Er zijn wel degelijk fouten gemaakt na de aanvaring van de stuur bij Graven. De sluis van Heumen is na de aanvaring veel te laat gesloten. Dat zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen de Volkskrant. De fout had tot gevolg dat het waterpeil zo daalde dat scheepvaart op het maas Maas-Waalkanaal momenteel onmogelijk is. Door de sluis bij Heumen op tijd te sluiten, zou het waterpeil in het kanaal op niveau zijn gebleven. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat een derde noodpomp bij de sluis bij Heumen in gebruik genomen. Die moeten ervoor zorgen dat het waterpeil weer op normaal niveau komt. In de Burggraafstraat in Brakkestein hebben vrijdag ongeveer 25 huishoudens zonder water gezeten. Rond 9 uur ochtends kreeg waterbedrijf Vitens klachten over een lage waterdruk. De monteur ter plaatse constateerde een haarscheur in de waterleiding. Rond 3 uur waren de problemen weer opgelost. Het is winter in het Rijk van Nijmegen. In de nacht van donderdag op vrijdag daalden het kwik op verschillende plekken tot 6 graden onder het vriespunt. Dat resulteerde in glijpartijen en kleine schadegevallen. Heel lang zal de winter niet aanhouden. Vrijdagnacht zal de eerste dooi inzetten en gedurende het weekend zal het winterweer geleidelijk onze streek verlaten.